Klopt, Thomas. Je kan het misschien zien. Ik ben hier omgeven door gras, bramen, bomen van allerhande soorten. Er is klimop, er is gedierte, vogels, molshopen, wegrottende bladeren. Ontegensprekelijk de natuur hier. Ja, geweld is voor de natuur natuurlijk een vertrouwd thema, Thomas. Ook bij de planten. Het groen dat je achter mij kan zien in het bos, bijvoorbeeld, is klimop. En wanneer klimop zich rond de stam van bijvoorbeeld een populier wikkelt, dan kan die populier niet meer verder in de breedte groeien en sterft de populier. De populier wordt als het ware gewurgd door de klimop. Bovendien is het zo dat die klimop licht steelt van de boom en het kan zijn dat er takken van de boom afbreken door het gewicht van de klimop. Een terrorist die erop uit is om alles dood te maken tot er alleen nog maar klimop overblijft. Bedoel je dat, Thomas? Nee. Dat is te kort door de bocht. Het is namelijk niet bewezen dat bomen sterven door klimop. Het kan ook zijn dat klimop licht zoekt bij bomen die al aan het sterven zijn en dat het stervensproces hoogstens versneld wordt door de klimop. Goeie vraag, Thomas. Om op die vraag een antwoord te geven, helpt het misschien om te kijken naar wat er gebeurt met de populier. Die hypothetisch gedode populier. Van die populier worden lucifers gemaakt. Het hout van de populier is namelijk minder waardig aan dat van andere boomsoorten en bovendien groeit een populier heel erg snel. Ideaal dus voor lucifermakers. En nu komt het, Thomas. Los van het lot van de populier biedt de klimop ook een ideale schuilplaats en slaapplaats aan vogeltjes. Bovendien trekt bloeiende klimop vlinders aan en ook andere insecten die op nectar belust zijn. Dus ja, kort en bondig samengevat zou ik de houding van de natuur aangaande deze kwestie op dit moment ongeveer als volgt formuleren. Deze kwestie kan de natuur geen hol schelen. De natuur heeft het zo al druk genoeg. Maar als er zich de komende uren nog nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan laat ik het meteen weten, Thomas. Ja, dada.